Op maandagavond 3 januari werd een nieuwjaarsreceptie gehouden in het gemeentehuis van Spijkenisse. Burgers en politiek kwamen elkaar de hand schudden. En onder het genot van een hapje en een drankje luisteren naar de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. Dames en heren, jongens en meisjes, allemaal officieel hartelijk welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst waarmee we in Spijkenisse het jaar 2011 inluiden. Het doet me deugd om zoveel Spijkenissers, jong en oud, hier te kunnen verwelkomen. Want dit is een bijeenkomst voor en door Spijkenissers. Velen van u zijn het afgelopen jaar actief geweest binnen onze gemeenschap. Door bijvoorbeeld bij te dragen aan ons aller veiligheid als preventieloper. Door een jong iemand voor te dragen voor een jeugd- of jongerenlintje. En hier te zijn omdat u wil zien hoe dat afloopt. Door ons te laten genieten van uw danskunst. Door actief te zijn in een vereniging of in een van onze gewaardeerde koren. Of op welke manier dan ook. Ondanks de aanhoudend minder vrolijke berichten over de economie hebben we als Spijkenisse toch een goed jaar achter de rug. Er werden veel werkzaamheden in onze stad in gang gezet en afgerond. De oplevering van de eerste fase van het land, de rokade, de verbreding van de Baljolaan, de oplevering van de nieuwe supermarkt en het parkeerdek in winkelcentrum Waterland zijn daar voorbeelden van. Voor de winkeliers in ons centrum en voor de horeca brengen die bouwactiviteiten helaas ook tijdelijk overlast met zich mee. Maar ik ben ervan overtuigd dat het resultaat straks dat waard zal zijn. Mooie en gezellige activiteiten, zoals de doortocht van de Giro en vooral van de Tour de France, die waren een feest voor jong en oud de afgelopen zomer. En hoewel er het afgelopen jaar ook trieste incidenten waren op het terrein van de openbare orde en de veiligheid, is de veiligheid er in grote lijnen in Spijkenisse toch op vooruit gegaan. Minder diefstal, minder inbraak, minder vernielingen. Zo laten de cijfers ons zien. En de jaarwisseling in Spijkenisse is rustig en gezellig verlopen. En naar het zich laat aanzien is de schade dit jaar in de openbare ruimte nog ietsje minder dan het voorgaande jaar. Maar de definitieve cijfers daarover zijn pas beschikbaar als de schouw helemaal is verricht. En naar verwachting is daar morgenavond in de Commissie Algemene Zaken iets meer over te zeggen. Maar ook voor de gemeente waren er mooie momenten. De derde plaats als beste sociale dienst in Nederland. Dat is een opsteker voor onze cliënten en voor onze medewerkers. Maar ook goede resultaten als het gaat over de tevredenheid van de klanten bij onze publieksbalie. Want tevreden klanten die niet te lang hoeven te wachten, daar gaan onze mensen voor. En ook uit het feit dat het jaarverslag van de ombudsman laat zien dat het aantal klachten afneemt, stemt tot tevredenheid. Want zeker, elke klacht is een gratis advies, maar elke klacht is er ook één te veel. En uit de benchmark Waar staat je gemeente? Een onderzoek waarin de prestaties van de Nederlandse gemeenten worden onderzocht en vergeleken. Daar blijkt dat het vertrouwen van onze inwoners in hun gemeentebestuur hoger is dan in de gemiddelde gemeente in Nederland. En dat is mooi. Maar dat verplicht ook om dat vertrouwen niet te beschamen. De rol van de burger als partner van de overheid wordt door de Nederlander onder de 6 beoordeeld. Op 5,7 om precies te zijn. En Spijkenisse scoort met 5,8 net ietsje hoger, maar dat moet beter kunnen. En daar bent u als inwoner wel bij nodig. Want alleen samen kun je als partners werken. En onze kinderboerderij. Die scoorde het afgelopen jaar heel hoog bij de Kinderboerderijen Actief Award. Ze hadden net niet de eerste plaats, maar uit zo'n uitslag blijkt wel met hoeveel plezier en met hoeveel succes kinderen, vrijwilligers en medewerkers zich inzetten voor dier en milieu. En de kinderboerderij levert daarmee een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van onze jeugd.
En dan, op de valreep. U hebt het bij het binnenkomen al kunnen zien. Op de valreep van het oude jaar ook nog de beste oliebollenbakker van Nederland in ons Spijkenissen. Wat willen mensen nog meer? Applaus, dames en heren. En we hebben er in ieder geval voor gezorgd dat u er nog even eentje kunt proeven om mee te genieten van de zoete smaak van die overwinning. Er gaan dus veel dingen goed. En het is voor het komend jaar een uitdaging om met minder geld op dat niveau te blijven presteren. Het afgelopen jaar was ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. En veel bij de stad betrokken mensen werden lid van de gemeenteraad. 18 van hen waren nieuw. En zeker waar veel fracties uit 1 of 2 leden bestaan, hebben ze hard moeten werken om zich vaak nieuwe en weerbarstige materie eigen te maken. En ook zij zijn vele uren voor de stad in de weer en doen dat met hart en ziel. En ook trad een nieuw college aan. Het maakte een collegeprogramma geheten Versterken en Beperken. En dat wil zeggen doorgaan met werken aan de stad, maar ook beseffen dat met minder geld minder mogelijk is. En dat je als gemeente niet alleen kunt. Dat je niet alles kunt en dat er ook inspanningen van partners nodig zijn. We zullen ervan uit moeten gaan dat u de komende jaren in ieder geval 10 miljoen structureel, dat is 10 miljoen per jaar, bezuinigd moet worden. En het is niet uit te sluiten dat in diverse vormen vanuit het Rijk meer bezuinigingen op onze burgers en onze stad zullen volgen. Het armoedebeleid zal in elk geval worden ontzien. Dat wil niet zeggen dat alles op dezelfde manier kan worden opgelost. We zullen met minder specifieke regels moeten werken. Maar de meest kwetsbare groep in onze stad verdient het om ontzien te worden. En een tandje minder is niet erg. Het dwingt om duidelijke keuzes en het dwingt ons allemaal om extra creatief te zijn. We zullen elkaar het komend jaar dus hard nodig hebben. Zoals gezegd, de overheid kan niet alles en al helemaal niet alles alleen. En gelukkig maar, want de stad is immers van ons allemaal. En dat betekent dat we samen verantwoordelijk zijn voor een goed leven voor iedereen in onze stad. En iedereen kan daaraan in zijn persoonlijke leefsituatie en in zijn eigen buurt bijdragen. En vanavond zijn er ook mensen in ons gezelschap die laten blijken dat te doen. Bijvoorbeeld de jonge mensen die zijn genomineerd voor een jeugdlintje. Want juist omdat zij actief iets goeds doen voor de mensen in hun omgeving, zijn we immers trots op hen. En natuurlijk onze eregasten van vanavond, de rolstoeldansers Alex en Jacqueline Glijn. Zij hebben in de populaire talentenjacht Holland's Got Talent laten zien dat je met talent, maar ook door volharding, samenwerking en liefde voor elkaar tot grote hoogte kunt stijgen. En net als Alex en Jacqueline, onze genomineerde jongeren, ons Randstedelijk Mannenkoor, gaan we er volgend jaar weer tegenaan. Met alle energie die we hebben, er is nog genoeg te doen. Ik wens u allemaal een goed en gezond nieuwjaar toe. Vol energie en toewijding en met een oog en een warm hart voor elkaar. En daarop zou ik graag met u allemaal, en dan hoop ik maar dat u ook allemaal iets te drinken hebt gekregen. Nou, anders dan doet u uw hand maar omhoog, om met elkaar te zeggen, op het nieuwe jaar. Dan is het tijd om de jeugd- en jongerenlintjes uit te reiken. Jimmy en Fleur van der Valk hebben het lintje verdiend omdat ze hulpdiensten op tijd alarmeerden toen hun moeder in een coma raakte. Joey Driedonks heeft zijn broertje gebarentaal geleerd en daarom verdient hij ook een lintje. Owen de Bruin is scheidsrechter bij de jeugdwedstrijden van de handbalvereniging. En omdat hij dit ieder weekend doet, verdient hij ook een lintje. De avond werd afgesloten met een rolstoeldansvoorstelling. Het afgelopen jaar stonden ze in de finale van Holland's Got Talent. Alex en Jacqueline Luijmen.
Tot zover het verslag van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Spijkenisse. Het uitreiken van de jongerenlinks. En zo komt er ook een einde aan deze aflevering van 0181 Reportage. Wil je reageren? Dat kan via de e-mail redactie@0181tv.nl.